afgelopen jaar is het schitterend geweest. Ik heb heel veel dingen mogen doen. Ik ben echt gegroeid in allerlei mogelijke manieren. Maar ik ga nu zelfs een filmpje laten zien en dan kun je even meegenieten van wat wij allemaal hebben mogen doen. Stefanie, ik heb een vraagje voor jou en dan mag je je video tonen. Is nu Miss Mansbergen misschien de springplank aan Miss België? Het is in ieder geval een heel mooie ervaring. Je leert er echt de basis mee, heel fijn. Je leert nieuwe mensen kennen, er kunnen deuren open gaan. Misschien niet. Zou je de wedstrijd aanbevelen aan andere meisjes? Ja, zeker en vast. Dus echt voor je zelfvertrouwen nog omhoog te halen. Ook al heb je genoeg zelfvertrouwen, doe mee. Het is een heel fijne ervaring. Je leert ook nieuwe vriendschappen kennen. Het is super. Wel, dames en heren, dan geef ik nu de micro aan Stefanie. En dan gaan we direct horen wat ze voor jou in petto heeft. Alsjeblieft, Stefanie. Goedenavond allemaal. Fijn dat jullie zo talrijk aanwezig zijn. Welkom. Nu zondag is het exact een jaar geleden dat ik werd gekozen tot de eerste Miss Mansbergen. Ongelooflijk gewoon. Zie je het zo voor mij. Echt een jaar om nooit te vergeten. Ook om nooit te vergeten is het prijzenpakket dat ik mee naar huis heb gekregen. Waarvoor een dankjewel aan alle sponsors. We hebben heel veel leuke dingen mogen doen en we zullen er eens een kijkje naar nemen. Het begon al de dag erna met de bierfeesten. Het is een tweedaags evenement dat ook nu de komende twee dagen wordt georganiseerd. Wij hebben een modeshow mogen lopen voor Infernio te landen. En een catwalk betreden is altijd spannend. Zo hebben Kim en ik ook nog eentje gedaan in Genk voor Armano Boutique en Pierre Lang. We hebben ook uiteraard een fotoshoot gedaan met de top 3 en dat is altijd lachen, veel plezier. En die werd geschonken door Chantal Aremans. Zo heb ik er ook nog eentje gedaan bij Michel Nulens. Een heel bijzondere ervaring, heel leerrijk. Michel is niet alleen fotograaf, maar ook weerman en auteur. Zo hebben we ook de mogelijkheden gehad om naar andere misverkiezingen te gaan kijken. Onder andere Miss Exclusive. Daar mochten we mee op de foto met Fenne. En niet alleen met Fenne, maar ook met de John. Uiteraard zijn we ook gaan kijken naar Miss Fashion. En ook daar hadden we de mogelijkheid om met de enige echte Miss Ines op de foto te gaan. Nogmaals een dikke proefjes, ja. Zo hebben we ook nog ons Sheila. Dat is een medekandidaat van vorig jaar. En zij deed mee aan Young Miss Fashion. En ook haar gingen we uiteraard steunen. En nu nog steeds. Maar soms komen toch ook wel de zenuwen naar boven, onder andere bij een live interview op de radio bij Trudeau FM, gepresenteerd door Joris. Maar wij doen natuurlijk heel veel leuke dingen, wij maken heel veel plezier en zo doen wij mee met de carnaval. Wij mochten meelopen met de reclamewagen van Walsberger. In mei werd er ook een kralenmeeting georganiseerd door Douwdruppel, door José. En daar mochten wij model staan voor de juwelen. Maar de nieuwe kandidaten doen ook activiteiten. En met hun activiteiten meedoen is ook heel plezant, heel plezierig. Zo konden wij kijken naar het danstalent, meegaan naar Green City Day, naar het interviews luisteren en samen op de foto gaan. Tot slot zou ik nog echt iedereen willen bedanken. Ik ga geen namen beginnen noemen, want dan ga ik misschien iemand vergeten en dat wil ik echt totaal niet. Dus echt iedereen, ook de mensen achter de schermen, hebben jullie mij gehoord, ook de mensen achter de schermen, dankjewel. Ik heb er echt een ongelooflijk, fantastisch, geweldig jaar op zitten. Ik ben gegroeid op allerlei mogelijke manieren. Ik ga het jammer vinden om mijn titel te moeten doorgeven. Maar ik ben ervan overtuigd dat de dames het geweldig gaan doen. Ze gaan ook nog een geweldige show neerzetten. Dus kijk ervan naar, geniet ervan en nog veel plezier. Tot ziens.